zo kan het dus zijn. Ja, ik denk dat we een uitstekende wedstrijd hebben gespeeld. Tegen een hele goede ploeg. En die willen ook voetballen. En dus dan ontstaan er ook ruimtes. En ja, dat is hun Achilleshiel. Maar ja, zijzelf kunnen ze ook heel gevaarlijk worden. En, want ze hebben uitstekende spelers en een uitstekend team. Maar niet vandaag, want ze werden toch bij Vlagen de Jury gekleineerd. Nou, in ieder geval vond ik dat wij de bovenliggende partij waren. Veruit. Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Ja, veruit. En dat wij meer dan dik verdiend gewonnen hebben. Dat wij heel veel goede kansen hebben gecreëerd. Maar dat doen we veel vaker. Heel veel goede kansen gecreëerd. Alleen het verschil is dat we ze vandaag ook benut hebben. We waren effectiever. En ik kan me voorstellen dat het publiek naar huis gegaan is en zal hebben gezegd, dit was entertainment, we zijn vermaakt. Ja, ik denk, zo moet het zijn. En dit willen we graag zien. Het tempo, de intensiteit van de wedstrijd, de kansen die we creëren. Er zat heel veel leven in de ploeg en prima wedstrijd. De doelpunten waren bepaald geen intikkertjes? Nee, een paar geweldige goals. Alle drie stuk voor stuk. En verder heb ik ook nog een paar verder mooie aanvallen gezien. Dat tweede doelpunt, hè? Wauw. Ja, geweldig. Ik noem het schilderen. Een bal zo over de hele diagonaal. En dan de loopactie. Geweldig neergelegd door Klaas-Jan. En dan de afronding ook van Justin. Ja, wauw. Wauw, ja. De hele dag door was er, en dat verheugt mij als voetballiefhebber, applaus voor Ziyech. Ja, dat verdient hij ook. Wat hij laat zien. Had hem wel wat te goed. Nou ja, ik denk, het wordt ook heel negatief belicht. Maar het is een klein gedeelte van de fans die dat vindt. En die overstemmen helaas het grotere gedeelte. Maar het publiek laat ook zien met zijn verkiezing tot Ajax-lid van het jaar hoe het werkelijk in elkaar zit. Ik stond ervan te kijken. Nou ja, laat maar weer zien dat ook media het verkeerd kan hebben. Nee, ik stond ervan in de zin dat de supporters dat. Ik vind het terecht, maar ik had niet gedacht dat het uit de supporters zou komen. Ja, ik wel. Ik weet wel ongeveer hoe het zit. Tenminste, in het half jaar dat ik hier loop, weet ik dat hij zeker ook waardering en erkenning heeft bij heel veel mensen. Maar ja, zoals elk mens zal hij ook tegenstanders hebben. Maar hij heeft er zeker veel meer die van hem houden en die zijn spel meer dan waarderen. Zoals jij? Ja, ik zeker. Maar laten we niet alleen over Hakim hebben. Want ik denk dat de hele ploeg een geweldige prestatie heeft neergezet. En dat we meerdere uitblinkers hebben. En dat wij ook in het hele jaar meerdere uitblinkers hebben gehad. Het is niet alleen maar Hakim Ziyech, maar dat hij geweldig kan voetballen. Dat heeft hij meerdere keren laten zien de laatste weken. Niet om vervelend te doen, hè, maar je kwam hier en de bedoeling was kampioen te worden. Dat is niet gelukt. Als je geen eerste kunt worden, moet je tweede worden. Dat is wel gelukt. Hoe kijk je terug op dit halve seizoen Ajax? Nou, je zegt het goed. Ik denk als je bij Ajax werkt, als je trainer bent, dan wil je kampioen worden. Ook al sta je 5 punten achter. Maar dan moet het wel mee gaan zitten. En het heeft bij ons bepaald niet meegezeten. Op de dag dat ik hier binnenkwam, viel Kasper Dolberg weg. Frenkie de Jong die viel weg. Nou, we hebben verder ook nog ontzettend veel blessures gehad. En ja, dat is allemaal niet heel erg goed gevallen. En als je dan inderdaad niet kampioen kunt spelen, dan moet je zorgen dat je tweede wordt. En dat hebben we wel gedaan. En daarmee zitten we in de Champions League. Voorronde, ja. Dat betekent dat je al vroeg alweer aan de bak moet. Hè? Dat je vroeg alweer een selectie klaar moet hebben staan. Nou, dat is het twee sporen beleid wat we ook gevoerd hebben. Korte termijn, proberen dit jaar nog kampioen te worden. Maar ook lange termijn een structuur neerzetten. En daar hoort ook inderdaad een elftal bij dat de komende jaren moet gaan vlammen. En ja, daar zitten een paar geweldige aanzetten in. Jong wordt gisteren kampioen. Er zit heel veel talent in. Vandaag ook in het eerste elftal staan ook onvoorstelbaar veel talenten. We vergeten vaak dat Matthijs de Ligt, Justin Kluivert nog steeds A-junior zijn. 18. Precies. Vandaag Masraoui, die moeiteloos meedeed. Sterker nog, ik vond hem een geweldige wedstrijd spelen. Dus ja, Ajax heeft heel veel talent. We hebben een hele jonge speler kunnen laten invallen in zijn tweede wedstrijd, Ekkelenkamp. Ja, er zijn gewoon aanzetten. Dat duurde even, die wissel, zeg. Ja, dat komt omdat er wel een aantal op het tandvlees zaten. En we moesten even goed overwegen wie dan te wisselen. Want zowel Weuber als Masraoui als Neres, die was gisteren nog ziek. Niet te merken, hoor. Niet te merken, nee. Ook dat was een geweldige mooie goal. Maar daarvoor moesten we even heel goed overwegen. Ook omdat AZ nog even alles of niks ging spelen. En in de hoop om nog te gelijk maken. Al hadden ze daar natuurlijk geen enkele recht op. Nee. Zilver, Erik. Zilver. Dat is het hoogste wat je als trainer gehaald hebt. Gefeliciteerd. Oh, dit jaar zit er niet meer in. En dat moeten we erkennen. Volgend jaar voor goud. Dat moet altijd het doel zijn.